Het is februari. De voerstreek staat in het teken van carnaval. Honderden voerenaren en andere feestvierders genieten van de prachtig versierde wagens en carnavalisten. Wanneer de avond valt, de feestvierders verdwijnen en de rust terugkeert, begint vlakbij de bedrijvigheid voor enkele andere typische voerenaren. Een jonge das van ongeveer een jaar oud verlaat zijn burcht en trekt er zoals altijd alleen op uit om naar voedsel te zoeken. Het gesnuffel tussen de bladeren schrikt een everzwijn op en die kiest al gauw het hazenpad. Geregeld markeert de das zijn territorium door met een klier aan zijn achterste over de bladeren te wrijven en zo een geurspoor achter te laten. Plots stoot hij op twee andere dassen. Ze zijn aan het paren en hebben helemaal geen oog voor hun naderende soortgenoot. Dassen kunnen bijna het heel jaar doorparen, maar februari is de echte voortplantingspiek. Wanneer de paring is gelukt, gaan de jongen zich niet onmiddellijk in de moeder ontwikkelen. De bevruchte eicellen nestelen zich in de baarmoederwand en blijven daar een hele tijd zweven. Wanneer het vrouwtje in de winter haar vetreserve begint aan te spreken, komen ook hormonen vrij. En die zorgen ervoor dat de eicellen zich dan pas beginnen te ontwikkelen. Hierdoor worden de jongen in februari geboren en verlaten ze eind april, wanneer er veel voedsel te vinden is, voor het eerst de burcht. Onze das blijft erg geïnteresseerd en is niet weg te slaan uit de buurt van het parende koppel. Na een tijdje besluit hij het erop te wagen en benadert hij het duo. Vreemde dassen worden in zulke omstandigheden agressief weggejaagd, maar tegen clangenoten zijn ze soms toleranter. Wanneer de jonge das zich opdringerig mengt in het liefdespel, heeft het wijfje er genoeg van. Ze wil vertrekken, maar beide mannetjes willen van geen wijken weten en trekken mee dieper het bos in.